Hey jongens en meiden. Hey, ik ben het, Rick. Hey, je kent me toch nog wel? Oh, ik ben zo alleen in de kerk. Jullie zijn er helemaal niet. Is niet leuk hè, als je thuis moet zitten door die corona. Oh, straks mag je gelukkig wel weer naar school. Vandaag hebben we een bijzondere dienst. Want straks gaan we lekker samen liedjes zingen. En echt waar, ja, weet je, we krijgen vandaag bezoek. Echt, weet je wie er komt? Hij is familie van me. Hij heet Henkie. En Henkie gaat samen met Matthijs een heel mooi verhaal vertellen over Lazarus. Hey, wel goed opletten en niet te veel snoepjes eten. Nou, tot straks hè. Doei! Welkom allemaal. Leuk dat je er bent. Ik zou zeggen, sta op van de bank, sta op van je stoel en doe lekker mee, want we gaan een hartstikke leuk lied zingen. Namelijk, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de weg tot God. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de weg tot God. Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn zoon gegeven heeft. Of dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de weg tot God. Hij heeft de weg tot God geopend. Sterven aan het kruis en door het werk dat hij volbracht, schenkt hij leven tot in alle eeuwigheid. Luisteren naar een Bijbelverhaal. Kom Henk. Henk, kom eruit. Henk, kom eruit. Nee. Henk, kom uit je koffer. Nee. Henk, sta op en kom eruit. Nee, ik lijk Lazarus wel. Wat zeg je nou? Ik lijk Lazarus wel. Lazarus? Ja, dat is het taalhandig.
ja, dat is waar. Lazarus. Ja, ik lag hier voor Lazarus. Ja, lag voor Lazarus in de koffer. Ja, je wou er niet uitkomen. Nee. Hé, vandaag gaan we het verhaal vertellen over Lazarus. Ja, had ik vorige week beloofd. Oh, dan moet je het ook echt doen, hè? Ja, dan moet je ook echt doen. Dan moet je het echt doen. Ja, dat doe ik ook. Ja, dan moet je het doen. Ja, dat doe ik ook. Hé, dus dan gaan we het verhaal doen van Lazarus. Ja, en dan zegt de Heer Jezus tegen Lazarus, kom eruit. Ja, net zoals ik. Ja, jij moest uit je koffer komen. Ja, dat is ook lastig. Ja, dat is echt heel lastig. Het is veel te vroeg. Ja, tjongejonge, half zes. Ja, oh, ja, sorry, half zes, dat is al waar, ja. Heel vroeg, ja, heel vroeg. Hé, hey, maar Henk. Ja. Wij gaan dus het verhaal doen van Lazarus. Ja. En dan zegt hij, kom eruit. Kom eruit. Ja, kom eruit. Ja, en dan gebeurt het, hè. Ja, dan gebeurt het, ja. Wauw. Ja, wauw. Wauw. Ja, nou, hé, hey, dan ga jij nu weer erin. Dat is ook snel. Ja, dat is ook snel, hè. Kom eruit en ga erin. Haha. Maar dan kun je nog even lekker doordutten. Oh, dat is lekker. Ja, en dan over een paar uur roep ik, Henk, kom eruit. En dan zeg ik, net als Lazarus. Ja, en dan ga ik net nog een dutje doen. Ja, en dan roep ik, kom eruit. En dan zeg jij, net als Lazarus. Net als Lazarus. Ja, hé, hey, nou, dan ga ik weer een dutje doen. Ja, veel te vroeg. Veel te vroeg. Het is wel de Henkie Show, hè. Henkie Show. Henkie Show. Henkie Show. Ja, nou, tot straks. En succes. Nou, dankjewel. Ik ga het verhaal vertellen. Tot morgen. Tot morgen! Ja, van Lazarus. Ja. Haha, dag! Hé, hey, leuk, al die kinderen die kijken. Ja, doei! Ja, dag Henk. Doei! Hé, hey, ga ik weer? Hé, hey, het is opgeruimd! Ja, we hebben toch samen opgeruimd? Ja, jij het meest. Ja, sorry, ik heb wel het meeste gedaan. Ja, hij zegt handig. Grote vriend. Ja, dag. Hij zegt de vriend. Ja. Hé, hey, tot straks, hè? Ja, dag. Ja, hé, hey, dan groet jij je. Kom eruit. Tot Lazarus. Ja, dag. Haha. Oh, sorry. Oh, hallo! Ho, vandaag hoor het verhaal van de opstanding van Lazarus. Ja, over 10 dagen is dat bijna paas. En dan vieren we natuurlijk de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Maar hij heeft ook Lazarus laten opstaan uit de dood. En weet je wie nog meer? Ik zal het vertellen. Dat was een weduwe en die had een zoon. En die zoon was ook overleden. En toen zei Jezus tegen die jongen, sta op. Oh, en natuurlijk de dochter van Jairus. Ja, Jezus die zegt in het verhaal, ik ben de opstanding en het leven. Hij laat zien dat hij de macht heeft over de dood en het leven. Ja, nou, dat gaan we vandaag ontdekken. Maria en Martha die snappen er niks van. Maar Jezus verrast ons allemaal. Ja, nou, dan gaan we luisteren naar het verhaal. Tot straks. Doei. De beste vriend van Jezus is ziek. Zijn naam is Lazarus. Ik heb er vorige week verteld hoe ze Maria, de zus van Lazarus, Jezus' voeten zalfde. En Martha, de dienstknecht. Nou, deze Lazarus is ziek. Ik had beloofd, ik zal het verhaal nog even vertellen. Dus Lazarus is ziek en hij is heel ernstig ziek. En Maria en Martha sturen een bericht aan Jezus. Jezus, kom snel. Je beste vriend Lazarus is ziek. En wat doet Jezus? Jezus, ren naar... Nee, Jezus rent niet naar Bethanië. Hij spreekt ook geen gebed uit. Hij doet niet zo. Hij doet helemaal niks. Jezus wacht 2 dagen. 2 dagen, terwijl Lazarus alleen maar zieker en zieker wordt. En dan na 2 dagen zegt Jezus, we gaan op reis. Op reis richting Jeruzalem. Maar Heer, zeggen die vrienden, ze willen u stenigen in Jeruzalem. Mijn vriend Lazarus is in slaap gevallen. We gaan hem wakker maken. Hé, maar als hij slaapt, dan moeten we hem toch laten slapen. Dat is goed voor hem. Nee, Lazarus is overleden. En ik ben blij dat ik er niet bij was. Want nu zul je tot geloof komen. Nu zul je zien iets van de grootheid van God. De vrienden snappen er helemaal niks van. Wat gaat Jezus in Jeruzalem doen als Lazarus overleden is en iedereen hem wil stenigen? Maar Thomas, hè? Vaak zeggen we ongelovige Thomas. Thomas die zegt, laten we met hem meegaan. Laten we met hem meegaan en ook met de Heer sterven. Thomas toont hier een moed, een vertrouwen, een toewijding aan Jezus. We zeggen vaak ongelovige Thomas, maar hier laat hij het heel anders zien. Het is een lange tijd lopen. Bethanië ligt maar een paar kilometer buiten Jeruzalem. En dan blijkt dat Lazarus al 4 dagen in het graf ligt. In die tijd, als je overleed, werd je heel snel, misschien nog dezelfde dag, begraven. Dus Lazarus is al 5 dagen dood. En Martha die hoort dat Jezus er aankomt en die valt huilend voor zijn voeten en zegt, oh Heer, als u hier was geweest, dan was het niet gebeurd. Maar Heer, ik weet dat God u alles gaat geven wat u van hem vraagt. En Jezus raakt Martha aan. Martha, je broer zal opstaan.
Oh ja, Heer, dat weet ik. Op de grote dag van het oordeel zal mijn broer opstaan met de opstanding. Martha, ik ben de opstanding. Ik ben de opstanding in het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Geloof je dat? Martha begrijpt er net als de discipelen helemaal niks van. Wat gaat Jezus doen? Ze snapt het niet. Ze weet het niet, maar ze weet één ding. Ze zegt, Jezus, u bent de Messias. U bent de Zoon van God. Zou je Maria willen halen? En Martha gaat snel naar binnen en die haalt Maria. Maria, Jezus wil je zien. En Maria gaat huilen naar buiten. Oh, Heer, als u hier was geweest, dan was het niet gebeurd. Waar is het graf? En bewogen, met tranen in zijn ogen, loopt Jezus met Maria en Martha mee. En dan komt hij bij het graf en de steen ligt voor het graf. En Jezus moet heel hard huilen. Heel hard huilen. En dan zegt hij, rol de steen maar weg. Maar Heer, zegt Martha, dat kan niet. Hij is al 4 dagen overleden. De stank, dat kan echt niet. Martha, ik heb toch gezegd. Als je in mij gelooft, dat je de grootheid van God zult zien. Rol de steen maar weg. En de steen wordt weggerold. En Jezus kijkt omhoog en die zegt, Vader, dank u wel dat u altijd naar mij luistert. Dat u me alles geeft wat ik nodig heb. En dat u dit gaat doen, zodat mensen zullen zien dat u mij gezonden heeft. Lazarus, kom maar uit het graf. En wat gebeurt er? Uit het duister van het graf zien ze beweging. Lazarus, die was helemaal ingewikkeld in doeken, met een groot doek om zijn hoofd. Dus er komt iets, het is heel spannend, er komt zomaar uit het graf. En mensen denken misschien dat het een spook is. Maar Jezus zegt, ontwikkel hem. En ze halen de doeken weg. En ze halen, het is Lazarus. Hij leeft. Hij is beter. Het is helemaal goed. En het gaat als een lopend vuurtje door heel Jeruzalem. Jezus heeft Lazarus laten opstaan uit de dood. Wat een mooi verhaal. Wat een mooie gebeurtenis. Niet de dood heeft de laatste overwinning, maar Jezus. Niet de dood heeft de laatste woord, maar Jezus. Want Jezus is de opstanding en het leven. En een paar dagen later, met Pasen, gaat hij dat echt laten zien. Als de steen wordt weggerold en Jezus uit het graf komt, hij leeft. En dat vieren we met elkaar. Maar nu wordt het hier ook gevierd, in Betanië. Wow, wat een feest. Pasen komt eraan. Toch, ik wist het wel. Het loopt gelukkig goed af. Het loopt goed af. Het loopt gelukkig goed af. Het loopt goed af, iedereen. Lazarus staat op uit de dood. Het loopt goed af. Ik ga het iedereen vertellen. Aan wie dan? Oh, aan alle hennen en zelfs aan de haan. Toch, het loopt goed af. Het loopt goed af. Ja, dit verhaal loopt goed af. Oh, ik heb er een goed gevoel bij. Ja, het verhaal is afgelopen. Het gaat echt goed worden. Ja. Toch. Zo. Wat? Daar komt het vandaan. Wat? Lazarus. Wat? Lazarus zijn. Ja, dat is een ander woord voor als je dronken bent, hè? Ja. Dan ben je helemaal aan het wiegelen zo, aan het wankelen. Ja. Hoezo dan? Hoezo dat ze dan dat Lazarus noemen? Ja. Nou, omdat Lazarus, die kwam natuurlijk uit het graf. Ja. En die was helemaal ingewikkeld in doeken. Hè? Ze zijn benen helemaal vastgebonden, zijn armen vastgebonden, over zijn hoofd een doek. Hij zag niks. Nee, dan moest alleen een beetje wiebelen. Hé, hey, vandaar, Lazarus. Ja. Haha, zo voelt het soms. Wat? Hier zo. Op mijn arm. Ja, dan ga je heen en weer. Dan ga ik ook wiedelen. Ja, ik zal proberen om je stabiel te houden. Ja, dat is fijn. Ja. Ja, anders gaat het zo heen en weer. Oh, dan word ik duizelig. Ja, dat is niet fijn, hè? Voelt als een storm. Ja, kijk zo. Oh, oh, niet doen. Oh, dan gaat hij heen en weer. Oh, rustig, rustig, rustig. Oh, niet doen. Het expres. Ja, ik deed nu een beetje expres. Is ook niet leuk. Ah, was het toch een grapje? Ja, dat is een grapje. Nog één keer dan. Oh, ja, oké. Okay. Oh, leuk. Ja, nou vind je het leuk. Ja. Nou, hey, we gaan gauw verder. Ja. Ga nog een keer. Wow. Ja, dag Teun. Wow, leuk. Ja. Hoho. Het verhaal van vandaag komt uit Johannes. Johannes, het vierde boek van het Nieuwe Testament. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En in Johannes 11, vers 1 tot en met 40 lezen we het verhaal van de opstanding van Lazarus. Lazarus, de beste vriend van Jezus. Jezus komt te laat en dan ligt Lazarus al lang in het graf. En de steen wordt weggerold en dan zegt Jezus, Lazarus komt eruit. En Lazarus is helemaal ingewikkeld in doeken. En dan zegt Jezus dat ze Lazarus moeten ontwikkelen.
En toen dacht ik ontwikkelen. Dat is wel grappig. Tegenwoordig maak ik allemaal foto's met mijn mobiel. Maar vroeger had ik echt een ouderwetse fototoestel. Ja, dan kocht je een rolletje. En dan moest je die open doen. En dan ging dat rolletje erin. En dan draaide je hem aan. En dan ging krik. En dan maakte je foto's. En na afloop moest je dat rolletje weer opdraaien. En haalde je dat rolletje eruit. En zaten al die foto's in dat rolletje. Maar je zag er helemaal niks van. Je zag alleen maar een rolletje. En als je dat eruit trok, dan was het helemaal kapot. Dan ging je dus naar een... Dan werd het weggebracht. En dan werd het ontwikkeld. En ik kreeg die foto's terug. Ontwikkelen is eigenlijk wel mooi. En die vrienden van Jezus, die hebben ook een soort ontwikkeling. Die denken, wie is die Jezus nou? Jezus is eigenlijk als dat fotorolletje. Is het alleen maar een aardige man? Is het een meester? Is het een rabbi? Is het een koning op een ezel? Is het iemand die heel veel eten geeft? Is het iemand die de storm tot rust brengt? Wie is het nou? Ze hebben het nog niet helemaal duidelijk. Maar met het paasfeest, als ze zien dat Jezus opstaat, dan ontdekken ze het wel. Dus dat gaan we van de week ook met elkaar ontdekken. We gaan van de week nog meer verhalen over Jezus vertellen. En dan eigenlijk ontdekken, ontwikkelen, wie is die Jezus nou? Wikkels te afhalen, steeds meer verhalen horen om te ontdekken. Oh ja, misschien is die dat wel. Of dat. Het wordt steeds meer. Hallo, hallo. Dat zeg ik nou ook altijd. Dan kijk ik in de kast en dan roep ik, kom eruit. Kom eruit. En dan hoop ik dat daar de kaas verstopt is. Maar ik kan het nergens vinden. In mijn koffer. Kom eruit. Er gebeurt helemaal niks. Nee. Oh, ik ga het toch maar zoeken. Henkie is dol op chocolade-eieren. Maar ik zoek chocolade. Nee, geen chocolade. Ik zoek kaaseitjes. Ja, ik moest even over nadenken. Kaaseitjes. Ja. Paaskaaseitjes. Haha, dus niet paas, maar kaaseitjes. Ja. Misschien zijn ze ergens verstopt. Dan roep ik, kom eruit, kom eruit. Ja, tot zondag. Dan zien we elkaar weer. Maar ik ga eerst op zoek naar kaaseitjes. Dus geen paaseitjes, kaaseitjes. Kom eruit, ik zie ze echt nergens. Waar zijn de kaaseitjes gebleven? Waar zijn ze nou? Zo, Matthijs. Ja? Ik denk dat niemand iets van het verhaal begreep. Hoe bedoel je? Nou, die discipelen snapten dat niet, hè, toen Jezus zei, we gaan hem wakker maken. Toen zei ze, laat hem lekker slapen. Hadden ze niet door, hè, dat hij overleden was. En Martha had het ook niet door, die snapte er ook helemaal niks van. En Maria niet. En dat Jezus dan gaat huilen voor dat graf, dat vind ik mooi, hè. Ja, hij is gewoon echt mens, zoals wij. En toch ook heel erg anders. Lazarus, kom eruit. Oh, ik had er zo graag bij willen zijn. En dan? Oh, dan had ik erbij gestaan, had ik gedaan. Doing! Wat had je gedaan? Doing! Dan was mijn mond opengevallen van verbazing. Oh, ik moet toch eens vragen aan professor Koe, hè? Professor Koe, of hij niet gewoon een tijdmachine voor me kan bouwen. Oh, doing! Oh, is er weer een tweede filmpje bij dit verhaal? Tuurlijk, bij dit verhaal is een tweede filmpje met professor Koe. Dat weet ik niet. Of Elmer de Goochelaar. We moeten maar gauw kijken. Ja, dat kun je natuurlijk iedereen kijken. Oh, hallo YouTube-kinderen. Dat kan je kijken op www.dehenkieshow.nl.